Ik wil iets. Er staat gewoon een bordje in beeld. Oh nee, stond niet in beeld. Wat is dat? Zo professioneel ook weer. Ja. Ja. Leuk dat je kijkt. De nieuwe unboxing hier op gamers.nl. En we zitten hier omdat Saal mij van de week appte. Saal. Ja, ik had een oude harde schijf. Ik zei aan schijf en ik was die aan het leeghalen. En ik zag allerlei oude unboxing video's van staan toen in mijn stageperiode nog. Ja. En ik denk in één keer, wat leuk. Dus ik denk, ik stuur even een appje naar Peter. Ik weet niet waarom het Amsterdams gaat. Ik weet het ook niet. Klinkt hachelijk, maar leuk. Ja. Ik denk, heb je iets om uit te pakken? Ja. En dat had jij. Nou, echt een dag eerder kreeg ik een pakketje van Ubisoft om hier... Welcome to year 5 of Rainbow Six Siege. Dat was een dag eerder, dus ik zeg, nou Sal, ik heb iets om uit te pakken. We kunnen alleen niet gezellig achter de doos zitten, want we moeten een beetje afstand houden. Ja. Dus we doen het zo. Ik laat gewoon Salem. Ik laat Salem gewoon de doos uitpakken en dan gaan we reageren op wat erin zit. Ik ben benieuwd. Jij weet niet wat erin zit. Ik weet precies wat erin zit. Oh, waarom? Ja, omdat jij appte mij nadat ik het doosje al had uitgemaakt of opengemaakt. Oh, je hebt hem helemaal weer ingepakt ervoor. Ik heb hem helemaal ingepakt. Nou, doe even verrast. Oh, en hint, je kunt één van de dingen uit dit pakket winnen. Oeh. Wat een leuk, hè? Pakken wij het uit en dan daarna... Oh, wacht even. Dit magnetisch. Ja, ik moet dat even uitzoeken. Een mooie doos. Echt een mooie doos. Year 5, Season 5, Year 5. Het gaat ook lang, hè? Rainbow Six, Ubisoft, als je kijkt, wat een heerlijke cash cow is dit. Dat is het zeker. Just Dance and Rainbow. Heerlijk. Nou, eerst natuurlijk allerlei papierwerk. We hopen dat je veilig gezond bent in deze onzekere tijden. Ben je veilig gezond? Ja. Nou, ik jij? Ook. Ja. En jij? En jij? Ah. Oh. Nou, allebei de reacties hebben we slecht. Wat ik ging ervan uit dat het heel slecht ging. Want ja, je kijkt deze video. Nice. Dit is het einde, dacht ik. Maar goed. Ja, nou ja. Goed, geniet van deze excuse, Tom Clancy's Rainbow Six Siege Year 5 box. Die door de huidige omstandigheden is. Op dinsdag 16 juni lanceren wij tevens het tweede seizoen van het vijfde jaar van Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Nou, dat is 5 dagen geleden. En dat heet Operation Steel Wave. Ja, daar heeft Sander. Onze Sander is met de review aan de slag. En die heeft ook al een preview geschreven over Operation Steel Wave. Wil je alles ervan weten? Zoek het even op gamers.nl. Een hele dikke review, volgens mij 2000 woorden. Lekker. Sander, goed bezig. Lekker, Sanny. Pakket is voor mij. De Benelux League. Nou, dit is natuurlijk, hè, de e-sports is nog steeds ook gaande. Ook Rainbow Six Siege e-sports. Bekende e-sports. Nou, ik begin maar gewoon hier met, dit kan je winnen, denk ik. Niet? Nee, dit hou jij zelf. Nou, weet ik nog niet wat ik hiermee ga doen. Oh, nou, dit is een nieuw... Het duurste kan je winnen. Chill. Dit is een nieuw era cap. Zoals ik zie, ja, 940. Ja, dit is echt een zo'n New York Yankees pet. Alleen dan in plaats van New York Yankees logo. Dat is Rainbow Six Siege logo. Ik denk dat ik deze houden. Ik vind deze leuk. Die is tof. Staat die op jouw hoofd afgesteld? Ja. Nou, top. Leuke pet. Hele leuke pet. Hij staat ook iets op de zijkant. Ja, dat is ook Rainbow Six Siege, of niet? Ja, ook Rainbow Six Siege. Dan kan het eraf. Nee, ik vroeg me af of het een stickertje was. Ja. Een hele leuke pet. Kan die op? Ja, nou, het is heel, het ziet heel goed. Het is een Siege 6 Influence Cap. Dus voor influencers. Dus voor nou, ben zet ik. Hem op. Huppakee. Ja, 700 volgers op Instagram. Doe eens op. Mezelf. Doe eens op. Doe eens. Like en subscribe. Abonneer op ons kanaal. Het is instant. Ja, top. Peter unboxed. Ja. Leuk. Lekker leuk hoor. Lekker gek. Toffe pet. Volgende is een... kut, hoe heet deze dingen nou ook alweer? Maar het is hun eigen lijn. Ubi heeft een eigen lijn. Oh, is een eigen. Sorry. Ja, Ubi heeft een eigen lijn. Moet ik hem eruit halen? Of, ja, ja, ik kan hem helemaal laten zien. Ga ik daar snel even eruit halen. Er zit hier een code. Use this code to unlock your unique in-game item. Chill. Nou, nu moet je hem even... Lok je hem? Heb je hem lokken nu? Nou, dan heb je hem. Heb je hem? Als je weet wat je unlockt. Laat even weten wat je unlockt als je de eerste was. Ja, ik ben heel benieuwd. Oké, dit is een popske. Ja, het is echt een ja, een beetje... Dokkerbee. Oh, zo heet dat poppetje. Ja, het is echt een hele, zo'n hipster... Een sexy bibliothecarest is het. Ja, anno 2020. Super tof. Ja, heel leuk. Super tof. Echt leuk hoor. Gaan we naar het volgende. Nee, ik vind het echt leuk. Eerst die eronder nog. Eerst die laatste. Okay, dit gaan we weggeven. Dit gaan we weggeven, blijkbaar. En hier even, ik weet niet of je dat kan zien. Misschien kan ik een close-upje maken of als ik dit doe, zie je het. Ja, je ziet dit soort golden embossed. Close-upje. Zo, dat kost me te veel tijd. Ja. Nou, we gaan gewoon door. Ik vind het een heel mooi perspakketje. Zeg. Heel mooi, ja. Mooi perspakketje. Er zit hier een... ik dacht dat dit open kon.
Maar... Ja, kan open. Ja? Krijg jij dat open? Ja. Ik heb het gevoel dat dat hoort in het plastic te blijven, of niet? Nee. Je piept iets, oh je moet dat heel funnekig. Hoppa, klaar. Nou, ik denk niet dat het open moet. Jawel, dit moet open kunnen. Waarom zou je een supermooie munt maken die je dan in het... Ja, weet ik niet. Plastic. Ik heb... Nou. Mooie... Dit is dus een mooie munt. Ja, en er zit een soort protective seal omheen die er niet af kan. Of in ieder geval, wij snappen dat niet. Maar, oh, kijk. Ik heb hem al, joh. Helemaal lang. Kijk, wat dat is wel fucking vet. Vette munt. Vet hoor. Achterkant. Vind ik altijd wel tof. Als een beetje een soort uniek, want dat zie je niet vaak, een munt. Nee. Goed. Dat zie je nooit meer. Dat zie je nooit meer, munten. Nou, dan, ik vermoed dat het een plakje speelkaart is. Dat is het ook. Tof man. Dat vind ik altijd wel tof. Je speelkaarten zijn tijdloos. Die kun je altijd erbij pakken als je een avond stroomstoring hebt. Pak je die kaarsjes erbij en dan kun je lekker kaarten. Hey, lekker kaarten. Wat kun jij gaan? Spaans pesten vind ik leuk. Leuk. Nooit verhoord. Ja, een soort pesten, maar iets sneller. Maar niet als niet gewoon Spanjaarden opbellen en ze dan verrot schelden. En dan heel snel weer ophangen. Opvangen. Nee, dat is het niet. Nee, maar dat is een heel leuk spel. Dus pak je speelkaarten altijd goed. Volledig ook functioneel. Dus niet, ja, weet ik veel, wat zij doen met speelkaart. Gewoon de heer, de alles. Nou, dat weet je niet, want ik zie alleen maar de heer. Dus ik ga ja, nu, misschien okay. Is de goocheltruc. Ik extrapoleer. Dat is helemaal niet de bedoeling. Ik neem aan. Je moet journalistiek zijn. Je moet echt, sorry. Je moet onderzoeken of het echt allemaal is. Mogelijk functioneel speelkaartpakket. Ja, het is Sledge, dat is de koning. Ash is de vrouw. Fuse is de boer. Wauw. Hibana is de aas. Nou, en dan hebben we nog Glass, Maverick, Thatcher, IQ, Blitz, Lion, Dockerbie, Gridlock, ja, Finca en Buck. En dan heb je, en dat is dan één set en dan heb je dat vier keer voor de... Nee, want ze hebben zoveel operators dat ze gewoon echt allemaal... Echt? Hebben ze 52 operators? Ja. Nou, daar kan je wel een pakje speelkaarten van maken. Zeker weten. Hier. Tof. Niet aan mij... wil even op kaart pakken en dan niet aan mij vertellen welke het is. Oké. Okay. Je gaat een truc doen. Ja? Een truc. Trucage. Een trucage. Oké, okay, ja, ik heb hem. Ja? Ja. Harte 3. Ja! Nou! Perfect! Ik denk goed. Leuk. Alsjeblieft. Dat is magic. Ja, wel als klok, hè? Knap hoor. Hoe zou dat werken? Ik leg deze heel even voor de time being opzij. Zo, goed item weer. Lang geleden hè, dat we dit hebben gedaan. Maar we kunnen eindelijk weer bij elkaar in huis. Heb je het gemist? Wij niet. Nee, wel. Ik wel. Ik zou heel stoer te doen. Maar ik was natuurlijk zo nostalgisch dat ik Peter ging appen om dit te doen. De volgende, mag ik dit openmaken? Dat mag je openmaken. Dat moet ik openmaken dan, want we gaan dit weggeven. We gaan het weggeven. Dus vanaf nu, vanaf dit, hier, kijk, vanaf nu wordt het interessant. Ja, maar ik geef het niet weg in dit item. Ik ga straks vertellen wat je moet doen. Oké. Jij zegt, oh, precies op dezelfde manier als een co-host van een podcast die ik altijd luister. Dat is heel leuk. Ja, u blijft dat doen. Ja, nee, ja, prima. Oh, dit gaat zo open. Ik ben altijd heel onhandig met dozen. Ja. Daarom zijn unboxing. Oh ja, Apple is lekker makkelijk ingepakt, joh. Apple is foutloos ingepakt. Maar Joey, je komt in de buurt. Oh, dit had ik niet verwacht. Nee? Nee, wat had je verwacht? Ja, weet ik veel. De rest is allemaal redelijk collectible voor de fan. Maar dit is ook functioneel voor iemand die niet per se groot fan is, maar dit gewoon fucking vet vindt. Het is een headset, dat heb je al gezien, hoop ik. Dat is anders dan... Oké, er zit een plakbandje vast. Dat ga ik wel even voor professors losmaken, anders dan... Kijk eens aan. Het is een wired headset. Gewoon 3,5 mm plug. Nou, maar dit is clean. Ja, het is echt een vette headset. Het is, maar meer ook, ik vind het persoonlijk altijd heel relaxed als merchandise, zeg maar, niet helemaal in één keer in je face. Rainbow Six! Maar dit zoals de PlayStation 5. Bijvoorbeeld. Waar je helemaal wouds van bent, maar wat ook zo'n design is. Ja, oké. Okay, maar ik heb het over merch. Stel, okay. Jij wil een headset en je bent Rainbow Six fan, maar je bent waarschijnlijk nooit alleen maar. Je bent misschien ook wel Assassin's Creed fan. Ja. Of Just Dance fan. Dat kan. Of Rayman fan. Dat, die zijn er. Splinter Cell. Ook die mensen bestaan. Je ziet wat ik doe. Oké. Ik zet hem even op. Nou, ik heb ook een grote kop, dus dan moet ik hem even op de standje 44 zetten. Dit is hem. Ja. Kunt u het zien? Ja, ik ga het zo nog dichter bij de camera houden. Ja, oké. Maar het is dus een headset met microfoon. Dus echt een gaming headset. Ja. Nou, 3,5 mm jack is dus
automatisch compatible met PlayStation, met Xbox, met... Kijk, staat hier zijn Rainbow Six. En de microfoon zit heel tof. Zo'n soort van half, zo'n soort heel industrieel er zo in, zo. Ah, heel dope. Heel tof. Achterkant, aan de andere kant zit ook het Siege logo. En het is een, ik heb het boekwerk, het is een Acer Predator Gale 311. Nou, dus ongeveer €50 geloof ik. En als ik het fout heb, staat het ergens hieronder dat ik het fout heb. Ja, maar dan doet hij ook de prijs wel. Hij staat alleen Peter heeft fout. Ik zou hem opzoeken wat hij waard is. Heel dope. Ja, die kun je winnen. Hoe kun je die winnen? Je moet, van mij. Als je hem wil winnen, hoeft niet, je hoeft het nooit te doen, maar het mag. Wij willen natuurlijk dat onze podcast lekker een beetje groeit. En dus we gaan jou, als je nooit podcast luistert, gaan we je één keer vragen, wil je onze kans geven en onze podcast luisteren? Want het is namelijk heel erg leuk, hoor ik van alle mensen die wel luisteren. Want tijdens podcast nummer 110, dat is de komende aflevering van de aankomende zaterdag, gaan wij in onze podcast 5 codewoorden verstoppen. Dus we doen het, je kan ook niet naar één punt gaan, je moet hem echt helemaal luisteren. En als je die 5 codewoorden hebt, dan kun je die mailen naar podcast@gamersnet.nl. En dan ga ik daaruit 1 iemand kiezen die deze headset gaat winnen. Bam! Kijk eens aan. Zeker weten. En dan denk ik dat je daarna nooit meer van de podcast af wilt. Nee, maar daar komen wij namelijk achter uit de statistieken. Zodra mensen eenmaal luisteren, luisteren ze vaak elke week. Dus wij gewoon vragen jullie om een kans. En dit is een beetje een incentive om ons die kans te geven. Je kunt namelijk een fucking vet headset winnen. Bam! Ja, helemaal top. Ik vind het een perfect idee. Tik hem aan. 1,5 meter. Stay safe. Stay safe. Bedankt dat je weer hebt gekeken naar deze unboxing. We doen ze niet meer zo vaak, want er komt ook niet zoveel spul meer binnen. Want er komt niet zoveel uit. Nee. We mochten niet bij ons in elkaars huis zijn. Dat mag weer wel. Dus we hopen, publishers, als je kijkt, stuur ons iets op. Maak maar een leuke unboxing. En jij luisteraar, bedankt voor het kijken. Dankjewel, Saal. Dankjewel, Peet. En tot de volgende. Cheers. Doei. Oh, moet ik dit ook doen? Vrede? Vrede. Maar wat als ik niet voor vrede ben? Ja, weet niet. Wel weer voor oorlog. Heerlijk. Spannend. Heerlijk. Gebeurt er iets?